Het Openbaar Ministerie OM in Suriname heeft officieel Interpol ingeschakeld om de veroordeelden Desiree Delano Bouterse en Iwan Leender Dijkstil internationaal te signaleren. Ze zijn al nationaal opgespoord op bevel van de procureur-generaal en staan nu ook op de Interpol Red Notice lijst. Het OM vraagt het publiek en de internationale gemeenschap om hulp bij het verstrekken van informatie over hun huidige verblijfplaats. Personen met relevante informatie kunnen contact opnemen met de Militaire Politie Afdeling Recherche, het Command Center of het Interpol General Secretariat. De ziekenhuizen in Suriname hadden moeite om hun leverancier van laboratoriumapparatuur op tijd te betalen, wat resulteerde in een schuld van ongeveer 4,5 miljoen Amerikaanse dollars. De regering heeft financieel ingegrepen om de geschillen tussen de ziekenhuizen en de leverancier op te lossen, hoewel ze niet wettelijk verplicht was om de schulden te betalen. Het belang van adequate gezondheidszorg was echter een prioriteit voor de regering. Door middel van dialoog en financiële interventie zijn de geschillen opgelost. De presidentiële werkgroep heeft de voortgang van de implementatie van de wet industriële hennepteelt aan president Santokki overgebracht. De wet, goedgekeurd in 2023, stelt regels voor de veilige teelt van industriële hennep. Een nieuw instituut zal toezicht houden op de teelt voor industriële doeleinden, zoals touw en kleding. De hennep mag een THC-gehalte van minder dan 1% hebben en moet aan vergunningsvoorwaarden voldoen.